We gaan verder met het inspelen van het nummer Boomerang. We hebben de instellingen gemaakt van het tempo, van de toonsoort en van de gedeeltes. Het gedeelte dat we het eerst gaan opnemen, dat is gedeelte B, van 4 maten. Daarom selecteer ik dat. Daar moet wat ik inspeel, moet daar terechtkomen. Ik ga eerst maar eens even oefenen. Als ik op start druk, de knop boven, dan start, hier loopt het, de aanwijzer van waar je bent. En als je bij de 4e maat komt, gaat hij weer terug, 2, 3, 4, 3e maat, 2, 3, 4, 4e maat, 2, 3, 4, 5e maat, 2, 3, 4. Je kunt de metronoom ook uitzetten. Nu doen we dat nog niet, maar later is die niet meer nodig. Want dan hebben we al bijvoorbeeld drums opgenomen en hoef je hem niet meer te horen. Goed, ik ga eventjes oefenen. Ik zet de metronoom aan en ik druk hier op afspelen en ik begin te oefenen. Daar zaten nog wat foutjes in, maar ik denk dat ik het nu wel foutloos kan spelen. Ik zet hem weer terug naar het begin van dit gedeelte. Dat doe ik met dit knopje hier, dat links van de afspeelknop zit. En als ik op die rode knop hier druk, het rode rondje, dan begint het opnemen. Ik krijg dan 4 tellen van de metronoom vooraf en dan moet ik spelen. Nou, we gaan het proberen. Je hoort dat als ik het door laat spelen, dat na 1 keer opnemen gaat de aanwijzer weer terug en dan speelt hij af wat ik net heb opgenomen. Dan kan ik eigenlijk meteen al horen of het goed was. Stel dat het niet goed is en ik heb een foutje gemaakt, dan zit hier een pijltje dat om de bocht gaat, omhoog en weer terug. En dat betekent undo, haal de opname weg. Oké, de opname, er zat geen foutje in, maar ik laat het toch even zien. Undo, de opname is weer verdwenen. Niets meer te horen. Weer terug naar het begin. Nog een keer opnemen. 2, 3, 4. Bij de eerste herhaling merk je dat misschien de allereerste toon die je hebt gespeeld op de allereerste tel, dat die niet hoorbaar is, maar die is wel opgenomen. Dat merk je als je hem door laat lopen. Ga terug. Oké, je hoort hoe het gaat, hoe het loopt. Nou is het zo dat het niet helemaal strak is aan het begin. En als je daar is wel wat aan te doen. Als je het bijna goed hebt gespeeld, maar het is niet helemaal precies heel strak op in de maat, in de tellen, dan kun je daar bij deze instellingen wat mee doen. Dat is hier bij de schuifjes. Als je daarop klikt, dan ga je naar beneden en dan zie je het woord kwantisering. En bij kwantisering kun je een instelling maken. In dit geval neem ik de 16e noot. Ik kies de 16e noot, omdat dat de kortste noot is in het stukje. Kijk maar. In de 2e maat zie je eerst 2 achtste noten, nog een achtste noot en dan komen 2 zestiende. Kwantisering moet je altijd instellen op de kortste noot van je stuk. In dit geval dus de 16e noot. Nou, even luisteren hoe dit klinkt, want nu moet het goed zijn.
Het is perfect. Nu is het goed. Nu gaan we eventjes, als je dit klaar hebt, gaan we door naar het volgende tutorial.